De laatste keer door dat ene gangpad, naar dat ene lokaal. Voor leerlingen en medewerkers van het Dominicus College in Nijmegen was het echt de laatste keer. De school gaat sluiten en daarom kon er vorige week afscheid genomen worden van de school. Het Dominicus College in Nijmegen-West sluit per 1 augustus na 168 jaar zijn deuren. Personeel en leerlingen van de school konden voor een laatste keer afscheid nemen en dat doen ze met tal van afscheidsactiviteiten. Nou, we hebben een heleboel afscheidsrituelen bedacht. En vandaag doen we Dominicus to go en morgenmiddag ook van 4 tot 6. Mag iedereen langskomen, cadeautje mee naar huis zolang de voorraad strekt. Nog één keer kijken en dan gaan we op 5 juli met het personeel voor de laatste keer de sleutel omdraaien. Eén laatste keer dus, op een plek waar zoveel herinneringen zijn. Dat voelt voor de meesten een beetje gek aan. De laatste keer, hoe voelt dat? Nou, wel een beetje gek om hier na 3 jaar terug te zijn, maar wel leuk, denk ik. Heel raar. Ja. Nostalgisch, maar het is wel heel leuk. Ja, heel erg merkwaardig, ja. Maar ja, alles gaat voorbij. Ja, het is inderdaad gek. 5 jaar lang niet meer hier geweest. En dan nu is het, de dag dat je de laatste keer had gehad, en is het nu ineens op deze manier de laatste keer. Dus dat is toch wel gek eigenlijk. Afgelopen jaar was de school erg leeg. Toen bekend werd dat de school ging sluiten, vertrokken de meeste leerlingen direct naar andere scholen. Toch kijken leerlingen en medewerkers van de school met veel mooie herinneringen terug op hun tijd op het Dominicus College. Ik heb alleen maar mooie herinneringen. Ik heb al heel lang geleden eindexamen gedaan, in 1971. Ik vond het wel heel leuk hoor. Dat ten eerste, ik vond het echt heel leuk hier. Maar ik denk toch wel een beetje dat die domme dingen doen in de pauze, denk ik. Dat dat toch wel heel leuk was. Maar ik zat ook met corona hier, dus dat was sowieso gek. Deze school stond altijd bekend als een beetje een kakschool en geregeld en zo. Maar ik vind het eigenlijk een hele levendige school wel. Zeker als je ook ziet hoe iedereen uitvliegt. Ja, ik denk emoties, ja. Als je ouder wordt, dan komt het verleden weer op een andere manier terug. Ik hoop vooral dat iedereen gelukkig wordt op de plek die hij volgend jaar heeft. En daar hebben we alles aan gedaan. Ik weet dat ik niet iedereen gelukkig kan maken, maar we hebben echt alles aan gedaan om iedereen goed te plaatsen. Zowel leerlingen als collega's. En ik zou zeggen, stap erin, maak er iets moois van. En mocht het niet lukken, steek je vinger op, want dan mogen mensen ook nog een keertje switchen. Dus het komt vast wel goed.